Uw cliënt is weer vrij. Ik denk dat u blij bent. Absoluut, ik ben zeer blij. En het was te verwachten, alleen het was de vraag wanneer het zou komen. En het Openbaar Ministerie heeft er zelf voor gekozen nu om mijn cliënt los te laten. Ja. Ze zeggen, ze moeten voor de rechter en zonder dat het helemaal, als het niet helemaal dicht zit, dan worden ze misschien wel vrijgesproken en dan zijn we ze kwijt. Dat is de reden dat ze vrijgelaten worden. Ja. U zegt hij is onschuldig. Absoluut. Mijn cliënt heeft niets te maken met die hele brandstichting. Kijk, er zitten bewijsmiddelen in het dossier waaruit kan blijken dat hij, althans zijn auto, betrokken is bij het gebeurde. Maar hij heeft die avond niet gereden in die auto. En justitie kan het ook niet bewijzen. En dan is het de logische consequentie dat je iemand moet vrijlaten. Ja. En er komt nog eens bij, hij is natuurlijk een lange tijd afgeluisterd op allerlei manieren. En telkens is niet gebleken dat hij ook maar iets met de brandstichting te maken heeft gehad. Ja. Hij blijft verdachte, zijn naam is ook genoemd. Hè? Ja. Wat doet dat met een persoon als hij zegt dat hij het niet gedaan heeft? Minst genomen zal hij daar niet blij mee zijn. Ja, ik denk dat hij op zich wel bereid is om daar tekst en uitleg over te geven. TZT. Het is vervelend voor iemand, hè, als zoiets gebeurt met je. En voor hem is het bijzonder ingrijpend geweest dat hij lange tijd in beperking heeft gezeten. Dus niet mocht spreken met zijn kinderen, met zijn vrouw niet, met zijn familie niet. Het is een family man. En als zoiets gebeurt, dan grijpt dat zwaar in. Ja, dat is opvallend. Hè? 3 verdachten, lang in beperking, dus lang met niemand contact kunnen hebben. Ja. En dan vrijgelaten worden. Wat zegt dat? Volgens mij is het zo dat deze actie van het Openbaar Ministerie een wanhoopspoging is geweest. De laatste mogelijkheid om iets te kunnen doen met deze zaak. Druk op te schroeven, maximaal op te schroeven. En dan kijken wat er gebeurt. Ik had zelf verwacht dat er misschien nog iets zou zijn. Want ja, het is toch wel een vrij harde manier van opsporen. Maar er was niks. En het enige wat er nog zou kunnen komen is dat iemand een uitspraak zou doen als gevolg van het niet kunnen praten met zijn naasten, als gevolg van een isolement. Is niet gebeurd. Nee. Lang vastzitten, lang onder zware omstandigheden, komt er een schadeclaim? Er komt zeker een schadeclaim. Dat ga ik ook bespreken met hem. En gelet op de aard van deze zaak. Hè, dus veel media-aandacht en ook media-aandacht vanwege het Openbaar Ministerie. Want het Openbaar Ministerie heeft zelf de pers geïnformeerd, ook vandaag weer. Ik word niet geïnformeerd over zijn vrijlating. Ik word geïnformeerd door de NOS dat mijn cliënt in vrijheid wordt gesteld. Maakt natuurlijk dat hij daar grove schade heeft geleden. Hè, mentaal, als mens, maar ook materieel, in materieel opzicht. Het is iets wat het Openbaar Ministerie, wat justitie hoog oppakt. Hè. Het was een aanslag op een overheidsgebouw, op een gemeentehuis, op de democratie. Ja. Ze vertellen er veel over naar de media. Er wordt 40 man recherche opgezet en het lukt ze niet om het rond te krijgen. Dat is ook wel vervelend, lijkt me, om daaraan gekoppeld te worden als naam. Absoluut, maar je kunt het ook zo zien, je kunt het ook omdraaien. Op het moment dat er zo intensief wordt gekeken en er wordt niets gevonden, dan is het minst genomen aangetoond dat je er niets mee te maken hebt. En dat is hier ook gebeurd. En ik heb het vanaf het begin af aan al gezegd, en mijn cliënt ook, hij heeft er niets mee te maken. En als dat dan achteraf blijkt en dat het Openbaar Ministerie zo wijs is om iemand dan vrij te laten, dan kunnen we verheugd over zijn. Ja. Dus u denkt dat hij ook niet meer vast komt te zitten? Nee, daar ga ik niet van uit. Nee.